Dag dames en heren, van harte goedenavond. Welkom bij deze aflevering van Kunststudio Sport. Het is vandaag zondag 17 november 2019. In het lokaal gedeelte, ja, dan is er heel veel gebeurd deze week als het gaat om het sporten in Suriname. We hebben bijvoorbeeld gisteren de Srividensi-marathon gehad. Vrijdag kwam Natje uit tegen Dominica. En in de loop van de week hebben we ook nog de Badmintonbond gehad, die van start zijn gegaan met een heel leuk evenement. En er valt nog veel meer te praten, want in het buitenlands gedeelte, daar hebben we ook verschillende friendlies gehad die gespeeld zijn geworden. En ook nog euro-kwalificatiewedstrijden. De Grande Prêmio do Brasil, die mogen we niet vergeten. Dat is gewoon de Grand Prix van Brazilië. Daar praten we over Formule 1 en de MotoGP van Valencia. En ook in het lokaal gedeelte, voordat we dus overgaan naar de break, dan praten we ook met twee vertegenwoordigers van de Gonini Motor Club Suriname. En die hebben ook een heel leuk evenement op touw gezet. En daarover gaan ze meer uit de doeken doen na de break. Tot zo. Dit is dan het lokaal gedeelte en we gaan gelijk van start. Ik zei u al in de intro, we hebben twee gasten die Gonini Motor Club Suriname vertegenwoordigen in deze episode van Kunststudio Sport. Ik stel gelijk aan u voor de heer Pierre van Siegem en de heer Tom Gomperts. Heren, goedenavond. Goedenavond. Zo, het lijkt spannend als ik jullie zo gekleed zie. Ja, helemaal ready voor de road. Ja, als absoluut, ik het zo zie. Absoluut. Van jou ben ik dat al gewend. Deze is in mijn ogen oldschooler als je praat over motorsport in Suriname. Geen onbekende. Ga gelijk met de deur in huis vallen. Pierre, om met jou te beginnen. Wat is het doel van Gonini Motor Club eigenlijk? En welke rol willen jullie vervullen? Gonini Motor Club Suriname is een groep die ontstaan is uit enthousiastelingen, voornamelijk ondernemers. En ze hebben allemaal een motorfiets en zij zijn heel erg gedreven. En ze hebben het uiteindelijk gemaakt tot een motorclub, waarbij wij dus statuten hebben opgezet en er een mooie club van hebben gemaakt. En nu zijn we bezig met het organiseren van een internationaal evenement voor alle motorfietsen en ook gemotoriseerde tweewielers mogen participeren hierin. Goed zo. Nou, netjes. Tom, dan hoor ik Bike Week in alle stilte. Is er een geheimhouding of zo? Waarom in alle stilte? Nee, niet in alle stilte. Er is een behoorlijke voorbereiding, heeft plaatsgevonden. Het is geen evenement dat je in één dag slapen op poten zet. Mm-hmm. Er is een behoorlijke voorbereiding vooraf gegaan. En vandaar in alle stilte. Maar intussen waren wij druk bezig met de voorbereidingen. Eigenlijk vanaf vorig jaar. En dit jaar ook. En we zijn eigenlijk zover om met de bekendmaking naar buiten te komen. Mm-hmm. En iedereen te interesseren. Mee te participeren aan dit prachtige event. Oké. Pierre, juichen jullie het toe, de inbreng van deze andere landen die ook meedoen? Zeker. Kun je zeggen welke landen dat ook onder andere zijn? We kregen de Antillianen, met mm-hmm. Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten. En we kregen ook participatie uit Frans-Guyana, Guyana en Brazilië. En zij komen met hun motorfiets? Ja, ze komen allemaal met hun motorfiets. Dure grap. Met uitzondering van Aruba. Die heeft het jammer genoeg niet kunnen halen met hun motorfiets. Maar het is niet voor het eerst dat ze participeren met hun motorfietsen. Eigenlijk hebben zij ons dus die weg gewezen. Ze zijn, laten we het zo uitdrukken, ze hebben dus het lef gehad. Ze hebben het in het verleden doen ze het vaker onderling tussen Curaçao en Aruba. Mm-hmm. Ze gaan ook naar Colombia met hun motorfiets. En dan shippen ze het met een container. Het kost veel goedkoper. Yeah. Als je dus in een container hier naartoe brengt, komen er zo'n 20 motorfietsen per container. En het kost veel goedkoper als wanneer ze het hier zouden moeten huren. Yeah, yeah, yeah. En zodoende hebben ze hun eigen vervoersmiddelen. Ze kunnen overal naartoe. Tom, nu is het zo dat je, we weten allemaal dat je ook zo'n crew, zo'n groep hebt van die Sundap motors. Ja. Mogen zij ook meedoen? Nee, absoluut, absoluut. We hebben ze dus ook uitgenodigd aan dit event. Mm-hmm. We hebben dit event opengesteld voor alle tweewielige gemotoriseerde voertuigen. Moet het vanaf een bepaalde dingen beginnen? Kijk, we hebben ons dit jaar
En dit keer niet beperkt tot alleen die grote motoren, mm-hmm. die Harley Davidson, maar ook die Sundappers. Die zijn ook hele mooie brommers. En die hebben we ook uitgenodigd. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk iedereen erbij te betrekken. Mm-hmm. En niemand uit te sluiten. Pierre, kan je me een beetje vertellen over de animatie? Hoeveel mensen hebben zich al aangemeld? Of zijn enthousiast op jullie afgekomen om te zeggen van... Nou, ik wil jullie helpen promoten. Of ik wil dit erbij doen voor jullie. Hoe loopt het allemaal daarmee? Oké, dus de participatie die we sowieso internationaal kregen. Mm-hmm. We waren eerder aangegeven. Er komen dus uit Frans-Guyana komen er zo'n 50 motoren. Serieus? Alleen Frans-Guyana is al 50? Ik zou die kolonne niet willen zien. Ja. Ik zou die stoet niet willen zien. We gaan ze ook halverwege ophalen bij Stolkershever. Gaan we ze ophalen. Okay. En uit Curaçao komen er 25 man met 20 motoren. Die worden zondag ook opgehaald door ons. En de participatie van de lokale motorclubs is helemaal overweldigend. We hebben vrijwel van alle motorclubs die hier in Suriname geregistreerd staan, hebben we een samenwerking kunnen aangaan met hun. En we hebben in principe het die hele week verspreid. Nou. Zo kreeg je, daar komen we straks gewoon daarop ingaan. Ja. Zo heb je dus alle groepen die een dagje organiseren en daarna een kleine afterparty. Zodat dan die saamhorigheid binnen het hele motorgebeuren in Suriname eindelijk een feit kan zijn. Nou, als jij al nu benieuwd bent om te weten hoe dit in elkaar zit en hoe je lid kan worden. Tom, vertel jij eens een keertje hoe mensen die misschien nog een beetje achter de schermen blijven, niet durven om contact te maken met jullie. En uiteindelijk, wat moet gebeuren dat ze over die drempel gaan om lid te worden van jullie club? Ten eerste moet je motorliefhebber zijn. En dan nog is het nodig dat je over je rijbewijs moet beschikken. Dat is mm-hmm. een van de vereisten sowieso. Je moet je motor hebben. Je moet een liefde voor de sport hebben. Niet alleen dat je kan poseren met je fiets, mm-hmm. maar dat je werkelijk komt meedingen. En aan dit event kom je gewoon inschrijven. En dan doe je mee. Voor degenen die nog geen motorbike hebben, zou ik zeggen van, woon het event bij. Er is een bepaalde agenda waar wij op verschillende locaties aanwezig zullen zijn. En dan kunnen de mensen of de geïnteresseerden participeren of dit event bijwonen. En van dichtbij het event gadeslaan om zodoende wat meer boost te krijgen om dus over die drempel te stappen. Ja. Pierre, ik lees Motorclub. Hoe kreeg je deze status als club? Zoals de regio-ambassadeur eerder aangaf, je moet over een motorfiets beschikken. En wij als club hebben dus ook statuten. Mm-hmm. En op basis van onze statuten hebben we opgenomen in onze statuten een x aantal regels. Dus in principe is het is een motorvereniging. En daarbij zijn er wat protocollen waaraan je zou moeten houden. Saamhorigheid. Een aantal dingen zijn vastgelegd dus in de statuten. En die worden dan officieel ingeschreven. Zoals dus eigenlijk elke goed georganiseerde club dat zou moeten doen. We hebben dus dat gedaan bij de Kamer van Koophandel. En alle wegen hebben wij dus bewandeld om daartoe te komen. Ja. Heb je rekening gehouden met, na dit evenement kunnen er nog veel mensen zich aanmelden? Zijn jullie voorbereid op uitgroeien? Ik bedoel, een beetje uitbreiding van jullie club? Want stel voor, jullie krijgen nou een keer nog zoveel leden erbij. Is de club daarop voorbereid? Kijk, nou, we hebben in feite een bepaalde visie binnen de club. We willen de club natuurlijk niet een expliciet en explosief uitbreiden. Omdat wij ook de kwaliteit binnen de club willen garanderen. Mm-hmm. Ja, toch? Er is maar, hoeft maar één rotte appel tussenin te zitten. Ja. En het bederft het geheel. Rest. Dus vandaar dat wij bij ons is er een zekere mate van ballotage. Okay. Je gaat sowieso door een bepaald proces moeten gaan. Je gaat je niet gewoon kunnen inschrijven en meedoen. Nee, dat is het niet. Hoeveel leden hebben jullie overigens nu? Was 22. 22 full-color leden. Dat zijn die leden met die badges en die patches op hun rug. Mm-hmm. Dat is full-color. Wow. En daar, je moet het verdienen. Dat is, om die vraag terug te komen bij MC, je moet het verdienen. Mm-hmm. Je kan niet gewoon binnenstappen en dat je ergens gaat of je het in een winkel koopt. Nee. Oké. En buitenlandse tripjes, hebben jullie als Gonini Motorclub daar ook al deel aan genomen? Misschien in de correct. Regio en zo? Ja, we hebben.
eigenlijk wordt van jou verwacht door de participerende buitenlandse clubs, dat je ook, aan hun events meedoet. En zij hebben dus soortgelijke events voor ons georganiseerd. Ja, bijvoorbeeld in Aruba, die heeft jaarlijks zijn vlaggendag, zoals Curaçao noemt het ook een vlaggendag. Je hebt op Sint Maarten, heeft het rond september ook. Curaçao heeft dat in juli. En we hebben dus laatst ook geparticipeerd met onze eigen motorbikes. We hebben dus een container gestuurd met zo'n tien stuks motorfietsen. En daar hebben wij dus ook geparticipeerd. Ze hebben ons de weg gewezen. En het is inderdaad een heel succesvolle trip geworden. En op basis daarvan, dan komen zij natuurlijk ook hier in grote getalen. Mm-hmm. Containers verzekerd en al, neem ik aan. Helemaal. Oké, okay, en nu even weer over het evenement. Waar, wanneer, wat houdt het in, wat moet je doen, hoe laat moet je daar zijn? Oké, okay, we hebben een programma. Mm-hmm. Een programma, die Bike Week is, we noemen hem Gonini Motor Club Bike Vember Fest. Mm-hmm. Waarom Bike Vember Fest? Het is een bike fest. Dus een bike festiviteit. Mm-hmm. En omdat het in november georganiseerd wordt, rond de Stridentie, noemen wij hem dus Bike Vemberfest. Het wordt georganiseerd, het start op dinsdag 19 november tot en met dinsdag 26 november. Als ik heel kort, snel door het programma even heen kan gaan, dan hebben wij dus op dinsdag 19 november starten wij dus om 6 uur 's middags bij ons clubgebouw aan de Gijsbertusstraat nummer 29. Alwaar wij een korte rijd maken richting Kommerwijnen. Gaat zo'n 2 uurtjes duren. Mm-hmm. Vervolgens komen wij dan terug en eindigen dan aan de Wilhelminastraat bij Sun Ice. Alwaar in samenwerking met een van onze participerende clubs, de Funmakers, wordt er dan ter plekke een afterparty georganiseerd. Vervolgens komen we op woensdag. En woensdag is dan onze registratiedag. Want woensdag halen we ook de bikes van de Antillianen uit van de haven. Mm-hmm. En woensdag is dan onze registratiedag. Dan komt iedereen daar officieel registreren. Alle buitenlandse clubs, alle lokale clubs, alle lokale participanten zijn dan uitgenodigd om op die dag te komen. We hebben op die dag geen rijd. We starten om 6 uur. En we hebben dan een chill-out dag daar waarbij iedereen gaat registreren. Ze krijgen allemaal een tas, een trui, een pin, etc. Dus dat wordt dan op die registratiedag dan gedaan. Dat is dan op woensdag 20 november. We vervolgen dan het programma. Op donderdag 21 november wordt dat we noemen het de Most Fire Ride. En een van onze participerende clubs, de Moxie Riders, die host hem. Mm-hmm. We starten dan bij Go-To van het Hogerhuisstraat. Starten wij dan om 6 uur middags. Dus vanaf 5 uur gaan we daar verzamelen. Men kan daar langskomen om ook even te chillen, foto's te maken. Vervolgens rijden we vanuit Goot over de Van Hogerhuisstraat richting Livorno, richting Kachalan, richting Kwarasang. En dan komen we zo rond 8 uur aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van INR. Dat is ongeveer kilometer 9. En daar hebben we dan ook een mooie chill-out party georganiseerd dus door Moxie Riders. En dat duurt ongeveer tot 12 uur 's avonds. Okay. Vervolgens hebben we dus dan op de vrijdag 22 november, hebben we dan onze It's a Circus Ride. Dat wordt dus gehost door ook een van onze participerende clubs, dat is de Pakira RC. En daar starten wij dus ook om 6 uur aan de Wilhelminastraat. Dat is ter hoogte van Auto Value, ter hoogte van het clubgebouw van Pakira. Daar gaan wij dus ook een 2 uur ride organiseren van 6 tot 8. Dat gaat richting Flora en wij eindigen dan bij TLS gebouw, alwaar Pakira RC een mooie afterparty ook heeft georganiseerd. Die is toegankelijk voor iedereen. Alles wordt afgesloten met de leuke party. Met de leuke party. Echt een week van plan feest te hebben. Dat is helemaal correct. Om de finish, de laatste dag, dan even snel in acht te nemen. Ja. Wat gebeurt er dan daar op de laatste dag? De laatste dag, dat is dus onze Stridentie-rijd. Dat is dan maandag 25 november. Op die dag zelf dus, op die dag. Dan vertrekken we om 8 uur 's morgens vanuit Go-To. Mm-hmm. En van het Hogerhuisstraat richting Mungo. Alwaar wij gaan participeren in de défilé. Super, geweldig. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes toe, natuurlijk. Laat ons weten hoe het is verlopen. Absoluut. Het lijkt me echt enerverend te zijn om zo een aantal dagen lang, jullie zullen het wel dagelijks doen, maar zo bezig zijn met het evenement en ook nog de afterparties en zo, klinkt allemaal geweldig.
Dank je wel voor het delen van deze informatie en heel veel succes toegewenst. Ja? Nou, dat waren dus de twee gasten die hier zijn in de studio, die ons meer verteld hebben over de Gonini Motor Club, het evenement dat zij organiseren tussen 19 en 25 november, want 25 november dan eindigt het en dat is op Srividensiedag. Nou, dan heeft u dat allemaal gehoord. Wij moeten gewoon even verder, want over Srividensie gesproken, gisteren hadden we de Srividensie Marathon en wij brengen u even terug naar het hoogtepunten van deze loop. Zover dan de indrukken van de Srividensie Marathon en wel de 16e editie. En dan zag je natuurlijk de marathon, de halve marathon, de long distance walking, halve marathon relay en de Equiten. Nou, hopelijk heeft u genoten van die mooie beelden van deze 16e editie van de Srividensie Marathon. Edmund, je bent inmiddels aangeschoven bij mij. Op zich een wedstrijd als een wedstrijd, maar had jij een verlies gezien voor Suriname? Absoluut niet. Kijk, als je kijkt naar de verrichtingen wat die jongens de laatste tijden hebben gezien, laten zien, of wat ze hebben gemanifesteerd wat betreft het voetbalvermogen als amateur zijnde dan. En als je kijkt naar de tegenstander ook. Maar ik zeg en ik blijf het zeggen, Katusha, hoe zwak de tegenstander is en hoe sterk de tegenstander ook is. Je moet ze nooit onderschatten. Schatten, ja. En één ding moet je altijd meenemen, ook al zijn ze zwak, dat je je stinkende best moet blijven doen. Anders krijg je dit soort resultaten. En dan kijken we nu naar de standenlijst in Pool D. Thank you.
zo ziet de standenlijst er dan uit in Pool D. Edmund, maandag aanstaande, dat is dus morgen, speelt Suriname dan weer. Wat zegt een land als Nicaragua ons? Nou, dan moet je ook even kijken naar de historie. Wat, kijk, recentelijk nog hebben we van de Nicaraguanen kunnen winnen, overtuigend ook. Maar een aantal zaken, een aantal belangrijke randzaken hebben toch een rol gespeeld. In het bijzonder naar de Nicaraguanen toe. En zo was sowieso dat een aantal jongens niet waren afgereisd. Men was bang dat die jongens zouden onderduiken en bla bla bla. Dus je had niet het sterkste elftal van Nicaragua. Mm-hmm. Maar ik denk dat dit keer de coach, de trainer in dit geval, het beste van de beste heeft al die wat betreft die jongens. Dus dan verwacht je ook een kwalitatief veel betere Nicaragua. Ja. Beter gemotiveerd, want dan hebben ze ook wedstrijden kunnen winnen. En dan zijn ze ook ietsje hoger opgeklommen. Dus ik denk dat het verdomd moeilijk krijgen tegen de Nicaraguanen thuis bij Nicaragua. In Nicaragua. Ja, ja. Nou, we zijn allemaal benieuwd. Die Pool D die ziet er hartstikke goed uit. En Suriname moet en is verplicht ook daar een goed resultaat neer te zetten. En dan zijn we echt benieuwd. Blijft u dus de site van QN ook Sport ook volgen voor de laatste updates als het gaat om Nacho. Deze week heeft de Badmintonbond ook een heel leuk evenement gehad. We brengen u even terug naar Ringcenter aan de Ringweg, want daar gebeurde het allemaal. Kijkt u even mee. Heel mooi, de badminton vrienden die allemaal daar aanwezig waren. Het was de start en dan zag je ook de speech die gehouden werd. En natuurlijk verschillende deelnemende landen die ook zo de hal binnenkwamen. Fantastisch, het is de 13e editie van de Suriname International Tournament. Georganiseerd door de Surinaamse Badmintonbond. Edmund, zie je zelf een beetje badminton in je vrije tijd? Natuurlijk, het is een heel mooie sport. Men zegt het is voor welgestelde, voor elite mensen, maar ik deel die mening niet. Daarom zeg ik dat. En als je kijkt naar die badminton sportcentra op zichzelf, het is een van de beste in het Caribisch gebied, als ik het goed heb, wat dat betreft. En de manier hoe mensen werden aangekondigd en die voorspreker tijdens het openen van de ceremonie, het was gewoon geweldig. Heel leuk, heel veel enthousiasme werd daar ook. Werd daar ook de start, ging de start daarmee ook van start. Oh, dat gaat een beetje verkeerd. Maar goed, we gaan verder. Edmund, iets dat een ieder bezig heeft gehouden, vooral voetbalminnend publiek. Surinamers die alles wat voetbal betreft toch wel graag op de voet willen volgen.
is dat de competitie nog niet van start is gegaan. Dat zou afhankelijk 17 november moeten zijn. Vandaag is niet gebeurd. Dan hoor je achteraf dat dat komt omdat Nacho vrijdag nog moest spelen. Daar heb ik weer aan de andere kant zoiets, wist je dat niet al lang. Ja, precies. Hoe kijk je er tegenaan? Dat eigenlijk de competitie jaar in jaar uit nooit op tijd begint. Nou, ik ga een woord gebruiken. Misschien dat het niet goed overkomt bij een andere. Maar het is gewoon de realiteit. Ik noem het ondeskundigheid. Kijk, als je deskundig bent en als je een moederorganisatie runt. Moederorganisatie, mm-hmm. De grootste organisatie. Dan is het niet kijken tot hoe ver je neus lang is. Het is verder kijken dan je neus lang is. Zelfs 10, 15, 20 jaar verder kijken. Dus het gaat om een stukje planning. En die ontbreekt. En alles valt in staat met een goede planning, met een goede organisatie. En als je organisatie soep met balletjes is, dan verwacht je dat soort dingen. Dat ga ik je gewoon eerlijk zeggen. Ja, alles valt in staat met een planning. Ik zal u vertellen. Vrijdag is de dag geweest waarop Nacho uitkwam tegen Dominica in het André Kamperveen Stadion. Donderdag, 11:56, kregen de sportjournalisten middels een mail een uitnodiging voor de persconferentie die om 12:00 zou starten. Dus bijkans 25 minuten later. Dat is toch verschrikkelijk. Dat is toch onkan. Dat is zoveel disrespect naar de sportjournalisten toe. Ja, maar... Weet je, soms wil je dingen parkeren en niet erover praten. Maar het is je taak om dat te doen omdat je hier zit en mensen moet informeren. Zal je er versteld van staan als er één journalist daar staat? Natuurlijk, je gaat er versteld van staan wanneer je een journalist daar tegenkomt. En misschien dat, ik ga eerlijk zeggen, ik heb het al gezegd, van planning, je valt in staat met een goede organisatie, je valt in staat met een goede planning. En dit spreekt boekdelen, kijk het feit alleen en je hebt het heel mooi aangehaald. En dit kan niet, dit kan niet. En wij van de media moeten zulks ook doorgeven, zodat de mensen, het voetbal binnen het publiek, de sportwereld weet wat er allemaal speelt wat betreft de organisatie binnen de moederorganisatie. Ja, ja. Dus is compleet soep met balletjes, ga ik eerlijk zeggen. Weet je, toen we zaten, ik zat met een collega op kantoor en zo kwam de mail binnen en ik zeg... Ik lees en ik lees en ik lees het nog een keer. Edmund, je gaat niet weer geloven. En ik lees het nog 2-3 keren om mezelf te overtuigen dat het waar is. Dat die mail 11:56 binnenkomt. 'S morgens. En 12:00 verwacht men je bij de persconferentie. Het is beyond everything. Ik heb hier geen woorden voor. En jaar in jaar uit is het hetzelfde. Er is geen verandering, er komt geen verandering. Dit is geen manier van hoe je omgaat met een je nationale selectie. Laat de sportjournalisten, ik zeg niet dat dat minder weegt, maar je eigen nationale senioren, nationale selectie, die wil je toch ook door iedere sportjournalist laten belichten? Dit doe je niet. Dit doe je niet, ja. Dit doe je gewoon niet. En dan... Nu het disrespect naar ons toe. Wij die dit vak moeten uitoefenen. Ik bedoel, hoe wil je een fantastische coverage hebben als je me 25 minuten van tevoren uitnodigt? Sorry hoor, inderdaad. Soep met balletjes als het hierover gaat. Ik denk dat er toch zaken zullen afspelen binnen SVB zelf. Hoor. Wat ik denk, ik speculeer. Wat kan er zich afspelen? Je weet, zie je dat jaar en dag dat je bezoekers krijgt. Nee. Dat je een persconferentie moet organiseren. Een stukje tegenwerking. Oh. Binnenin. Ik zeg, buiten winnen is binnen beginnen. Maar als je binnenin al problemen hebt, dan denk ik dat je doelstellingen zoek zullen zijn. En ik denk dat het geval is. Dus als Katusha daar werkt en Edmund daar werkt, dan gaat niet als juist, zaken gaan niet samen en dan krijg je belemmeringen en dan krijg je conflict situaties en dan krijg je dit soort situaties die uit de bus komen. Dat mensen dit nog tolereren, daar sta ik echt versteld van. Maar goed, een ander ding waarover ik het met je wilde hebben, voordat we overgaan naar het buitenlands sportnieuws. Naturalisatie. We kijken even naar een berichtje dat eerder deze week verscheen op social media.
Destaque no Suriname, meio-campista brasileiro espera se naturalizar em 2020 para defender a seleção surinamesa. En dan hebben ze het over Lucas. Dit is een berichtje dat op een Braziliaanse site hier in Suriname verscheen. Het is een organisatie die toch wel deze Braziliaan Lucas, die uitkwam voor Robin Hood, vaker genoeg belicht. En er staat gewoon geschreven, heel kort vertaald, dat hij wacht op 2020... de mogelijkheid om zich te naturaliseren, zodat hij een helpende hand, een versterking kan zijn voor Nacho, wie weet, het komend jaar. Hoe kijk je aan tegen naturalisatie? Nou goed, als je kijkt internationaal, Katusha, zijn er heel veel jongens die zich laten naturaliseren. Het voetbalsport, het sportwereld ten goede komt. Ik denk dat ik een voorstander ben van als iemand zich wil laten naturaliseren. Ja. Zou Alan Lucas da Costa, zou hij een goede aanwinst zijn voor Nacho? Aangezien we hem dit heel jaar door hebben meegemaakt tijdens het CONCACAF gebeuren van Robin Hood? Kijk, Robin Hood heeft goede zaken gedaan op internationaal vlak. En in het bijzonder deze Lucas. En daar heeft hij zich hij heeft zijn kennis en kunde laten zien wat betreft het voetbalsport. En ik denk dat je dat niet uit het oog moet verliezen. En ik denk dat toch deze Lucas een aanwinst gaat zijn voor de Surinaamse selectie. Oké, en dan verscheen er ook deze week een andere mail die wij kregen van de SWB. Dat het wel lang geduurd heeft, maar uiteindelijk na lang gedegen onderzoek, ondersteuning en deskundigen, het zover is dat voetballers, sporters uit diaspora in te zetten om Suriname te vertegenwoordigen in de internationale professionele competitie. Je hebt het ook gelezen. Wat zeg je of wat denk je hierover? Ik heb een paar opmerkingen natuurlijk. Kijk, als eerste, de kogel is door de kerk. Het valt natuurlijk toe te juichen. Mm-hmm. En het is een heel goede stap. En wanneer je zulke jongens dan in jouw geliederen kan toevoegen, dan zorgt dat niet alleen dat de kwaliteit verbetert, maar deze jongens nemen ook een heleboel kennis en kunde met zich mee. Ja. Dus het gaat een totale sneeuwbaleffect hebben op het voetbalprestaties of op de voetbalprestaties van de Surinaamse selectie, maar ook voor de Surinaamse jongens nationaal, niet alleen internationaal. Nigel Hasselbank is de eerste die in aanmerking is gekomen. Hoe kijk je ook daar tegenaan? Wat vind je van hem als voetballer? Nou, Nigel vind ik een fantastische voetballer, ga ik eerlijk zeggen. Dus ik denk dat hij zeker gaat passen en ik wil niet herhalen. Maar sowieso, kijk, als je een goede speler binnen jouw gelederen haalt, speelt hij niet alleen goed, maar laat zijn medespelers ook goed spelen. En een andere ding dat ook zeker parten gaat spelen is wanneer zulke jongens in jouw gelederen komen, binnen jouw ploeg komen, dan ga je opkijken tegen ze en je gaat op hun niveau willen spelen. Dus deze jongens gaan automatisch die andere jongens ook meetrekken. Dus die kennis, die kunde en los van de individuele kwaliteiten wat ze hebben, dan gaan ze die andere jongens ook meetrekken. En de motivatie wordt groter, want je speelt met betere jongens. Dus jij bent ietsje kleiner, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. De motivatie wordt groter onder de jongens. De concurrentie wordt ook groter. Dus waarbij je maar 2-3's je best deed, dan moet je nu 4-3's je best doen. Om daar te belanden tussen die jongens waar je daadwerkelijk wil zijn. Alleen maar positiviteit. Alleen maar positiviteit. Nou, super. We hebben het gehad voor het lokaal gedeelte bedrijf. Tot zover dan de MotoGP van Valencia. Zie je zelf nog op een motor of zo in een raceauto tekeer gaan, Edmund? Nou, als ik kijk, ik google vaak en als ik kijk wat er allemaal gebeurt op de wegen, verkeersongelukken en in het bijzonder de motorsport, Katusha, dan ga ik eerlijk zeggen, als ik achter een motor of op een motor ga zitten, dan ga ik mevrouw direct zeggen, bel, ik mag geen reclame voor een uitvaartbedrijf, maar bel 3 kisten, 1 voor mijn hoofd, 2 voor mijn armen, 2 voor mijn ledematen en misschien de derde voor een andere deel. Want ik ben verschrikkelijk bang daarvoor. Ja, nou, ik heb het eens een keertje geprobeerd op zo'n motorfiets en
Dat doe ik gewoon nooit meer in mijn leven. Dat was in Nikeri. Zeedijk? Nee. Voor degenen die daar aanwezig waren, weten precies waarover ik het heb. Ik doe dit gewoon nooit meer in mijn leven. Maar goed, ik vond het fantastisch om je te hebben. Dankjewel voor je deskundigheid. En u natuurlijk thuis ook voor het kijken naar deze aflevering van Kunststudio Sport. Voor meer sport natuurlijk graag tot de volgende week zondag. Sluit het weekend goed af en graag tot dan. Goedenavond.